In het gezamenlijke onderzoeksprogramma ARC CBBC werken de chemische industrie en de wetenschap samen om de chemie te voorzien van circulaire en duurzame grondstoffen en materialen ten behoeve van een duurzame samenleving. In drie hubs op de universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven komen kennis, talent, middelen en onderzoek bij elkaar om als het ware de chemie samen opnieuw uit te vinden. Deze fantastische achtergrond hoort bij de thuisbasis van Nobelprijswinnaar Ben Feringa, RUG Groningen dus, daar ben ik. Hij werkt hier met 7 onderzoeksgroepen aan allerlei soorten coatings van de toekomst. Vanuit 1 uitgangsgedachte, groen en slim. Waar bent u hier in het lab specifiek mee bezig op dit moment? Nou, wij zijn specifiek bezig met het maken van nieuwe coatings op basis van groene grondstoffen. En daar wel afval van de plant. Dat hebben we op een slimme manier omgezet met licht en zuurstof in een monomeer, zoals dat heet. Die rijgen we aan elkaar, dan hebben we plastic. En daar kunnen we een coating van maken. En de eerste testen, in dit geval bij Axel Nobel, laten zien dat het net zo goed is als de coating die op jouw auto zit. I assume it's an ongoing process. When is better better? For me, better is when the existence of the material is extended in time. So we go out from this paradigm where a material is something that needs to be put together, used, and when it's not useful anymore, we throw it away. And everything that can contribute to that is a plus. So either, like in my current research, we optimize the resistance of coatings, that we make them for longer durations of time, or when you use biological building blocks in order to create these materials, or you make materials that can be recycled more easily, or materials that can adapt to external conditions and to the external world instead of resist to it. Waar werk jij aan? Dit is een traditionele coating, dus dit is wat er op dit moment gebruikt wordt. En waar wij aan werken is dat we nou deze coating willen vervangen, of een bepaalde component uit die coating willen vervangen door duurzame alternatieven. Ja, weet je al wat die duurzame alternatieven zijn? Ja, we werken aan een aantal verschillende opties. Dus een aantal bouwblokken die uit de natuur komen, die we aan het testen zijn om in deze coating te verwerken. Want je wil natuurlijk een coating maken die groen is, of die duurzaam is, maar die wel net zo goed is als de huidige coating, of misschien zelfs beter. Wat is uw belangrijkste belofte aan de toekomst? De belofte voor de toekomst is een duurzame en schone energie voor de toekomst. En heel belangrijk is dat we samenwerken, ja, academici en industrie, de handen ineen slaan om dit mogelijk te maken. En dat vergt ook durf om te zeggen, we willen het anders gaan doen. En ik bespeur dat daar een hele positieve houding is, zowel binnen de industrie als bij de academici. En een geweldige uitdaging voor onze jonge mensen. Meer nek uitsteken dan ooit. Meer de nek uitsteken dan ooit. Iets meer durf mogen we wel laten zien. Dan komt die duurzame toekomst.